Als je zag hoe dat zij in Barcelona met alle trots onze Belgische vlag droeg, met de nodige tranen en zo. Ik zat in de stoel, ik was aan het kijken en ik had zelf tranen in mijn ogen. Dan op dat moment besefte ik van dat meisje haar verhaal wil ik schrijven, want dat zat meer achter als enkel tranen van vreugde. Hoe moeilijk is het eigenlijk voor een auteur om door te dringen tot iemand die je eigenlijk niet kent? Dat is moeilijk en niet moeilijk. Ik bedoel, bij sommige mensen is dat moeilijk. Mm-hmm. En bij sommige mensen gaat dat als een fluitje van een cent. Mm-hmm. En bij Svetlana en bij Stijn ook is dat helemaal gegaan zoals ik het wou en zoals het ging. En ja. We waren heel open. Mensen waren ook heel open naar mij toe. Mm-hmm. Je hebt er sommige mensen die me ook vragen van, kun je mijn verhaal schrijven? En na 5 minuten weet ik van, dit ga ik niet doen. Bij hen wist ik na 3 minuten van, dit ga ik wel doen. Ja, dat is een beetje moeilijk, maar aan de andere kant, als ik ben toegegeven deze boek schreven, dan moet je wel vertrouwen hebben. Dus, ja. En ik denk, tussen mij en de Raad, want er was een klik gekomen tussen ons. En ik ben vertrouwen naar helemaal informatie. En ja, anders zal je geen mooi boek, denk ik, krijgen. Als je zal iets verborgen en zo. En uiteindelijk, kijk ook in die tekst dingen wat ik vind niet goed, mm-hmm. of op andere manier moet schrijven, mm-hmm. dan zeg ik gewoon. En Reinhard was zelf verbaasd dat ik ben veel dingen laten staan in het boek, wat geen was zelf denken dat ik zal schrappen. Ah ja, oké. Okay. Ja. Zeg, je bent 27, is dat nu niet heel jong om een biografie uit te brengen? Waarom precies nu? Ja, ik weet dan niet, de verhaal Reinhard heb genomen naar Barcelona toen ik heb bronzen medaille gewonnen op het Europese kampioenschap. Precies. En je zegt, ja, ik wou je verhaal op de papier zetten. En ja, uiteindelijk, dat maakt geen verschil. 27, als je daar eens heb over iets te schrijven, mm-hmm. dan je kan ook 10 of 15 jaar zijn. Maar zoveel meegemaakt, misschien boek is nog dikker. Dus, ja. Dat is dan voor later, het hele dikke boek. Maar 300 pagina's is ook al sterk. Wanneer ben je eigenlijk begonnen met hingstafspringen? Want het is een mooie sport, maar niet iedereen kiest meteen voor hingstafspringen. Was dat jouw eerste sport? Nee, mijn eerste sport was hoogspringen, dus bij mijn man, maar ik was dan niet zo goed. Tweede was verspringen. Mm-hmm. En dan ik heb gekozen hingstap, of hingstap mee gekozen, zo gezegd. Een boek staat daar uitleg wel over. En ik denk, het is gewoon niet meteen mensen kiezen, omdat het is heel moeilijk discipline, een heel belastend discipline. Ja. Maar ik doe het wel graag. Dus, en ik denk, je moet gewoon genieten en als je doet dat graag, dat brengt resultaat. Ja, en je bent er mee begonnen toen je 10 was, geloof ik, in de Russische topsportschool. Mm-hmm. Was dat hard? Ja, dat was wel hard als je vergelijking met school van België bijvoorbeeld. Bij mij, ik was direct weten voor wat ik kom in sportschool, mm-hmm. welk regime daar was en direct een springdiscipline gekozen ook. Dus bij ons was het nooit zo spelend, niet veel. Dat was misschien een eerste jaar, maar daarna hard trainen. Ja. En, maar dat helpt mij alleen staan verder waar ik sta nu en ja, bereik je een resultaat. Ja. Zonder die opleiding van toen was je waarschijnlijk niet geworden wat je nu bent. Of was je niet zo sterk geweest om nu terug te komen naar die blessures? Hoe zwaar is dat eigenlijk? Ik denk alle twee dingen. Dus één, school in Rusland en dat mijn karakter gemaakt ook. En ik denk gewoon, ja, de samenstel van deze twee dingen. Omdat ik denk, als ik was in België opgegroeid, misschien zal ik te verwend zijn. En zal misschien gewoon op andere dingen focussen. Ja, ja. Ja. Even terug naar het boek. Wat vind jij de mooiste passage in het boek? Wat vind jij de leukste? Waar heb je de meeste plezier aan beleefd om dat terug te lezen? Plezier? Ik denk ik... de ontmoeting met Stijn, denk ik. Daar heb ik ook nog emoties zien. Ja. Heel emotioneel stuk voor mij was mijn jeugd. Ja. Daar is niet veel te lachen over, maar dat was heel emotioneel. Wat was volgens jou het meest aangrijpende stuk dat je geschreven hebt? In het hele boek eigenlijk? Het is allemaal aangrijpend, maar deel 1 vond ik het meest aangrijpend. En dat was Svetlana's jeugd, eigenlijk voor ze geboren was, mm-hmm. tot aan de trouw met Stijn dan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een beetje mijn favorietje. Komt er ook bij, als auteur zijnde, dat het deel was wat ik niet wist. Dus. En dan de... warmste deel, denk ik, Barcelona, toen ik was derde. Ik vind dat gewoon, als ik zie beelden nu, niet alleen boek lezen, ik heb zo direct gevoel, zal ik daar terug staan of niet?
Is dat jouw mooiste sportherinnering ook, die bronzen medaille in Barcelona of de gouden spike? Of wat plaats jij op de hoogste? Ik denk de bronzen medaille van Barcelona, maar ook andere drie medailles. Want de jeugd voor mij is altijd zo emotioneel. Omdat als je op internationaal niveau kan iets tonen, dat is altijd schoon. Ja. Maar Barcelona was meer omdat ik was na kwessure terugkomen. En ik, veel mensen waren daar niet geloven in. En dat heb ik ook pijn gedaan, omdat je weet, je doet je best, maar er is niemand nog steunen, dat is een beetje moeilijk. Hm. Maar ja, dat is gelukt. En nu ben je weer aan het terugkomen aan blessure. Hoe gaat het nu eigenlijk met je? Het gaat wel goed, dus ik ben terug aan bezig. Ik ben na 2 maanden aan het trainen. Vandaag heb ik al terug een eerste versnellingen gedaan, tempo lopen, dus dat ziet goed uit. En ja, ik kan alleen niet beter doen, dus ik ben nu bezig en hoop kan ik wel me kwalificeren voor de Olympische Spelen 2012. Is dat jouw doel, Olympische Spelen? Of zitten daar nog andere tussenstappen in? De eerste doel, gewoon terug kunnen springen. Ja. En dan zien welke niveau kan ik terug tonen. Ja. En als je het ziet, dus vorige jaren, de doel, een limiet voor Olympische Spelen springen. Ja. En als ik ben gekwalificeerd, dan doe ik zeker mijn best, zoals altijd. Ja, oké, hartelijk dank voor het interview.